Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Europese binnengrenzen zijn opgegeven. Dat gebeurde in het verdrag van Schengen. Sinds dat jaar kunnen mensen en goederen het Europese vasteland vrij doorkruisen. Heel wat voordelen dus voor de doorsnee Europese burger. Ze konden nu gemakkelijk naar hun favoriete Europese bestemming reizen. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Een van de consequenties daarvan is natuurlijk dat het bewaken van die buitengrenzen heel belangrijk is. Want als in één land die buitengrens minder goed bewaakt wordt, ja, van zodra dat je dat ene land dan bent binnengekomen, kan je vrij rondreizen in al die andere landen. En dat is iets wat wel belangrijk is om altijd in de gaten te houden natuurlijk. Hè. Zijn we in staat om die buitengrenzen van die zone, waarbinnen je dan makkelijk kan reizen, zijn we in staat om die buitengrenzen goed te bewaken en daar een aantal gemeenschappelijke afspraken over te maken? Door het wegvallen van de binnengrenzen in Europa kennen de buitengrenzen meer en meer problemen. Heel wat immigranten proberen via onder meer Malta en het Italiaanse eiland Lampedusa het Fort Europa binnen te dringen. Kan dat wel zomaar? It depends which kind of immigration you're talking about, because there's two kind of immigrations. There's the illegal immigration and there's the illegal migrants, which are the refugees. About the refugees, we don't have any problem. About the refugees, we don't complain. We shoulder our responsibility to the full. But regarding the illegal immigrants, we suggest, because most of them, they have problem of identification, where they are coming from, who they are, to which country they belong, where you have to send them back. So when we're facing this problem, you have to take care of these people. Het is dus belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten migranten. Malta is niet het enige land dat problemen heeft met illegale immigratie. Ook heel wat andere grenslanden bevinden zich in deze situatie. Waar de immigranten vandaan komen is moeilijk uit te maken. De Europese Commissie voor Mensenrechten ging vorig jaar de situatie in Lampedusa onderzoeken. De Italiaanse regering had de opvangcentra laten sluiten omdat alles verwoest zou zijn door een brand. When we went to Lampedusa, the government had completely closed down the facility, so there were no refugees at all, and the whole facility was closed down completely, and we were denied entry. The police was protecting the whole camp, the whole area, and we had to insist. I personally insisted, saying that we have come all the way from Brussels. We are from various member states of the Union, and we are here from all political groups. Open up the facility, open up the gates. We want to see it. And finally they did. Vluchtelingen worden nu weer op een menswaardige manier opgevangen in Lampedusa. Een Fort Europa is niet de oplossing. Maar wat moet Europa dan wel doen? Het is een heel morele, bijna ethische kwestie. Ja. Als mensen hier in gammele bootjes toekomen, met vrouwen, met kinderen, in heel moeilijke omstandigheden. Mensen weten dat Europa, zelfs met een economische crisis, nog altijd een oase is van stabiliteit, van welvaart, van rust. En ja, dat trekt mensen aan en mensen willen dan naar Europa komen. En je kan rond Europa niet één prikkeldraad spannen en de illusie hebben dat je mensen echt kan buitenhouden. Dat werkt zo niet meer vandaag. Ondanks de inspanningen is er in Europa een streng vluchtelingenbeleid. De aanpak hiervan verschilt van lidstaat tot lidstaat. Volgens sommigen is het de taak van Europa om de erkende vluchtelingen op te vangen en een eerlijke kans te geven om een Europese burger te worden. De Europese Unie moet nieuwe manieren zoeken om de migranten op te vangen en toekomstige problemen te vermijden.